wij staan die hier een valse stap maakten. En nu dan in de dagboek. En die gaat hier als de brand, joh. De D aan de leiding. De Haan op de tweede plaats. Dan is het Hendra. Voor Koen van Schalken. Met een start nummer 96. Kijk eens even van de laatste plaats naar de derde plaats die weer rondje kijkt. Oh, en dan gaat we door. Hij gaat door naar twee en hij gaat naar een achterwiel toe. Hij gaat op zoek naar een achterwiel van de regen. De regen die kijkt dus links. Die kijkt waar is hij dan? Daarachter zagen we Mirko Gardenier, Joey Overveld en Marten Trasta. Dan hebben we het hele stukje gehad hier in die 125 jeugd. En aan de leiding genomen, stap nummer 55, Jelmer. Van Uri Hester. Dat Hester is een paar man die in de overstap maakt vanuit de 85. De reden voor de zegen. Blok op 2. Hester van Schalken. Nou, de 125 is de jeugd. Ja, dan moet je nog hard aan lopen, denk ik ook. Maar er zijn onderweg, die zegt die anders aan de leiding. Voor eens even kijken. Is dat Bond of is dat de Gielsen? Dat is dan aan de Gielsen. Laat dat de Vries. Op 3. Eerst in Oslo. Dan de Gielsen. Dan vanuit aan de Gielsen. Hij gaat hier aan de leiding. Met Jeffrey Jongens aan de tweede pas, die anders waar hij zijn nooit op komt. Dat is een Vries. Ja, die zijn weg hier op. Dan is het Tony Borglaas aan de Vries en Nicky Grafdijk. Laten we naar de middel komen. Anders maar. Sander Agat Nielsen. Stop. Het is de Oppersma. Nick Nielsen. En hij rijdt hem zo weer aan de achterwiel toe. Dat is het wat Agam die Gielsen nog een beetje tekort op alle welke grote. En nee toch, ja toch! Grasdijk, de Vries, Strasma. Oosterveld is er ook weer bij, Noorie Heskens. Hoi, zijn hoor die mannen. Oppersma aan de leiding. Dan Sander Agam die Gielsen. Dan gaan we hier, daar vooruit gaan we hier over.
Alles aan je voor de zegen, 3 of 2. Dat is maar raar.